Het is moeilijk om je schaatsers topvorm te creëren bij een NK afstand. Het is nog moeilijker als je schaatsers hebt die nog geen sponsor hebben. En dan zijn er zorgen bij. En dan moet je, dan is er onbewust een druk. En het lukt je en je rijdt, ze rijden de sterren van de hemel. Ja, dat is denk ik een hele goede analyse van hoe het geweest is. Ja, natuurlijk zit er een bepaalde druk, extra druk op, ook voor de hele ploeg en ook voor mij en voor de andere rest van de begeleiding. En ik denk dat we daar fantastisch mee gedeeld hebben en we hebben in de breedte gewoon echt fantastisch in elkaar gehad en daar ben ik super trots op. Hebben jullie elkaar gefeliciteerd? Het moment heb ik gemist op het erepodium. Nou, heb ik zeker gedaan, goed opletten. Dat heb ik gemist, want ik stond hier. Oh, nou. Hoe gaat dat dan? Omhelzen en zo? Nou. Jullie zijn toch een twee-eenheid geworden? Ja. Hey, fantastische races laten zien. Ik zei net tegen Lotte ook al, volgens mij, dit is een ploeg met pit. Ik denk dat je met die uitspraak de boer op kan naar de sponsoren. Met de beelden en jullie stralen zoveel pit en souplesse uit. Ja, het is een geweldig toernooi hier. Ja, we doen het allemaal goed. En er zijn Nederlandse titels te winnen en wildcup plekken. Ja, te pakken. Dus we willen hier gewoon zo hard mogelijk rijden. Ja, maar dat wil iedereen en dat lukt niet iedereen en jullie lukt het wel. En wij hebben er misschien meer zin in, ik weet het niet. hebben jullie anders, was het een ander zomer met zonder sponsor en nieuwe ploeggenoten? En ja, je wist van je moet je laten zien, want misschien komt die sponsor nog. Nee, ik ben niet bezig geweest met die sponsor, maar gewoon echt met dit toernooi. En we wilden hier gewoon zo hard mogelijk rijden. En ik denk dat we gewoon heel goed voorbereid waren deze zomer. En dat hebben we hier laten zien, denk ik. De komst van Lotte in het team, hoe belangrijk is dat voor jou geweest? Want vorig jaar had je ploegenoten, maar die konden jouw niveau... het was gewoon zo, die konden jouw niveau niet aan. Hier staat iemand, die kan jouw niveau aan. Ja, het is super. Lotte heeft een hele grote stap gemaakt. En ze was er nu echt klaar voor. Dus het is geweldig om nu samen naar de wildcup te gaan. En ook met de jongens erbij. En ik denk dat... voor mij in ieder geval nog extra stimulans is en als je samen kan trainen wat je beter is. Is Marit een stimulans voor jou geweest? Natuurlijk, maar op welke manier? Ik denk absoluut. Kijk, Marit die heeft natuurlijk al het afgelopen jaar heeft laten zien dat ze gewoon op wereldcup niveau, dat ze gewoon op het podium staat en dat ze echt bij de top meedoet. En die stap wou ik maken, dus dan, daar heb ik natuurlijk veel van afgekeken en dat gaat goed. Ja, ik mag het even zeggen, denk ik, op dit moment jullie zo goed gepresteerd hebben. Jan van Veen kan een brombeer zijn. Is dat iets wat jij nodig hebt? Ik denk wel dat ik iemand nodig heb die me gewoon af en toe even mijn plek wijst en gewoon ook zegt als het niet goed is. Maar ook absoluut, Jan is ook iemand die je gewoon volledig kan motiveren en technisch gewoon hele goede aanwijzing geeft. En ik denk dat ik daar heel veel behoefte aan heb. Ja, en ik denk ook dat dit onbedoeld, niet bedacht van tevoren een jaar geleden, dat jullie gewoon elkaar sterker maken. Ja, dat blijkt hier wel, zeker. Ja. En met de jongens erbij ook, denk ik. Ja, absoluut. Het is hartstikke mooi dat de jongens ook gewoon meegaan naar de World Cup. Want ja, wij als meiden hebben natuurlijk heel veel eraan om achter jongens aan te kunnen schaatsen. Net iets meer snelheid hebben, een stabiele slag hebben. En ik hoop dat we dit niveau kunnen doortrekken met het hele team. En kunnen laten zien wat we waard zijn in de World Cups. En heb jij ook wat aan de grappen van Lotte? Want Lotte kan daar wat van. Zeker, is altijd gezellig, hè.